zijn ongelooflijk veel verschillende combinaties van pasjes en laadpalen. Eén laadpaal heeft wel 10 verschillende tarieven afhankelijk van welk pasje je hebt. Het is vrijwel onmogelijk om vooraf te zien wat je betaalt om je elektrische auto te laden. En je bestelt een proefpakket, maar vervolgens zit je vast aan een duur abonnement. Als geld wordt afgeschreven, maar je krijgt dan helemaal niets thuisgestuurd, ja, dan is dat diefstal. Goedenavond, welkom bij Radar. Steeds meer automobilisten kiezen voor een hybride of volledig elektrische auto. Beter voor het milieu, minder belasting en je bent eindelijk van die absurde brandstofprijzen af. Maar wat kost het laden van zo'n elektrische auto eigenlijk? En hoe kom je daarachter? En heb je een idee wat je betaalt aan... Net iets rond de 20 cent. En ik doe voor deze palen doe ik in ieder geval heb ik het abonnement. Dus ik heb een vast tarief. De publieke laadpalen, die zijn, dat kun je niet bepalen. Ligt een beetje aan waar jij komt. En daar plug ik gewoon met mijn loop-to-loop pasje. Dus dat is de New Motion. Daar ben je afhankelijk van welke paal dat is. Wat de tarieven zijn. En daar kijk ik nooit naar, eerlijk gezegd. Nee. Waarom niet? Omdat alles bij elkaar opgeteld bij zoveel goedkoper uit dat ja, die paar dubbeltjes meer voor de ene of de andere laadpaal. Eigenlijk wil je gewoon een plek hebben waar je kunt laden. Dat geldt voor de meeste elektrische rijders. De beschikbaarheid van de laadpalen is nog niet heel groot. Dus de keus waar je laadt heb je niet zelf in de hand. Mark Bassie heeft daarom voor zekerheid aan huis gekozen. Hallo. Hallo. Wat is dit voor auto? Het is een Golf GTE. Het is een hybride. Het is een stuk elektrisch en verder gewoon een benzinemotor erin. Dus de opladkabel. Daar is mijn eigen laadpaal. Die heb ik een paar jaar geleden aangeschaft bij een bedrijf. En daar kan ik dus bij mijn eigen huis opladen. De opening zit hier aan de voorkant. En waarom heb je ervoor gekozen voor een eigen paal? Nou, dat is natuurlijk erg makkelijk, omdat ik dan gewoon, als ik 's avonds thuis kom van mijn werk, dat ik dan gewoon 's nachts kan opladen. En dat ik altijd weer kan vertrekken met een volle accu. Wat kostte die in aanschaf, die laadpaal? Rond de 1800 euro. Zo, dat is een forse investering. Ja, ja. En wat betaal je hier aan een elektriciteitstarief? Dat is gewoon het elektriciteitstarief wat je als thuis, als consument hebt afgesproken. En dat is dus circa 20 cent per kilowattuur. Met deze thuislaadpaal is Mark Bassie een relatieve uitzondering. Daarnaast maakt Mark ook nog geregeld gebruik van publieke laadpalen door het land. En daarbij is hem iets opgevallen. Want als het gaat over de kosten, dan kan je wel op internet een indicatie vinden van de kosten. Maar in de praktijk, als je bij de laadpaal zelf staat, is het volstrekt onduidelijk. Hoeveel je betaalt, daar zie je geen informatie op bij de laadpaal zelf. Dus dat is altijd een kwestie van afwachten totdat de rekening thuis komt. Het zou mooi zijn, hè, als ik nu sta te laden bij deze laadpaal, dat ik ook gelijk kan zien van wat betaal ik nou daadwerkelijk. En klopt nou die informatie op de app? Hè? En is dit dus een aantrekkelijk tarief? Want dan krijg je ook, doordat je dat vaker ziet, krijg je ook vanzelf wat meer gevoel van hè, of de goedkope laadpalen zijn of dure. Eens in de maand krijgt Mark een factuur van zijn provider, de New Motion. Hierop staan in keurige tabellen de kosten die hij heeft gemaakt bij de diverse laadpunten. Maar de kosten per kilowattuur staan er niet op. Als wij die berekenen middels een eenvoudig deelsommetje, ontstaat er een volledige willekeur in de tariefsprijs per kilowattuur. Vincent Everts is ook een fervent elektrisch rijder. Hij is in vergadering met het bestuur van de VER. Oké, het feit dat we bij elkaar zijn als vereniging elektrisch rijden. Het punt op de agenda is de laadpalen eigenlijk op dit ogenblik. Bij de VER zijn de pioniers van het elektrisch rijden aangesloten. Zij zetten zich in voor de belangen van alles wat elektrisch rijdt. We hebben dus nu de situatie dat er op het ogenblik 95.000 auto's zijn met een stekker. En hoeveel laadpalen zijn er? 23.500. 23.500, dus we hebben 1 op 4. Zelf rijdt Vincent in een bescheiden voertuig dat volledig elektrisch is. Een elektrisch rijder zou veel voordeliger uit moeten zijn dan bestuurders van een brandstofauto. Het is heel voordelig om elektrisch te rijden. Als je kijkt, deze auto, dat is een hele grote auto. Dat is een, zeg maar, en die doet ongeveer om een kilowattuur 5 kilometer.
En dat betaal ik dus ongeveer 4 cent per kilometer. Dus 100 kilometer is 4 euro. Nou, dat is zeg maar een factor 4 tot 5 keer zo goedkoop als ik het met een klein benzineautootje zou moeten doen. Als ik bij een publieke laadpaal zit, dan betaal ik ongeveer het dubbele. Oh, waarom is dat? Ja, dus een laadpaal die kost een paar duizend euro. En dat moet je dan in de lucht houden, dat moet beheerd worden. Je hebt een pasje, je hebt een starttarief. Dus normaal zit je daar ongeveer op 40 cent per kilowattuur. Ter vergelijking, bij een brandstofprijs van 1,50 en een verbruik van 1 op 15 betaal je 10 cent per kilometer. Dat is dus meer dan de 8 cent bij elektrisch rijden. Maar zodra je meer dan 50 cent per kilowattuur betaalt, stijgt de kilometerprijs boven de 10 cent en wordt elektrisch rijden dus duurder. En uit de factuur van Mark Bassie blijkt dat die richtprijs enorm uiteen kan lopen. Hij betaalt tarieven tussen de 20 cent en de 1,10 euro per kilowattuur. Ik kijk even hier. Ik klik op het laadpaaltje en daar staat 34 cent per kilowattuur betaal ik hier. Dus 22 cent thuis en 34 cent betaal ik hier bij een paal van Nuon. Via dan de Nuomotion, daar krijg ik dan de afrekening van. Maar er zijn dus 10 verschillende prijzen voor deze laadpaal, afhankelijk van welke laadpas je hebt. Oké, dus als ik met een andere laadpas kom, bijvoorbeeld van Allego. Ja, dan krijg je een hele andere prijs. En waarom nou de verschillende laadpashouders verschillende prijzen hebben en waarom verschillende laadpalen ook verschillende prijzen rekenen en dat bij elkaar die soep is volkomen onbegrijpelijk, ik weet het ook niet. Door het grote aantal partijen op de markt is de opbouw van de kosten die je betaalt voor het elektrisch laden zeer diffuus. Elke elektrische rijder heeft een abonnement bij een provider. In dit voorbeeld is dat de Nuomotion. Voor dat abonnement betaal je vaste maandelijkse kosten. Op je telefoon kun je een app installeren waarmee je laadstations in de buurt kunt vinden. Die is gratis, maar indirect betaal je daarvoor aan de provider die hem heeft gemaakt. In dit geval is dat Smooth van Allego. Vind je nu een laadpaal van Allego, de zogenaamde Charge Point Operator, dan kan die staan op een station van Mr. Green, de concessiehouder. Deze faciliteit wordt gesponsord of gesubsidieerd door de Nederlandse Energiemaatschappij. De stroom waarmee je de accu daadwerkelijk oplaadt, wordt geleverd door energiebedrijf Van de Bron, die overigens ook ChargePoint holder kan zijn. Al deze partijen zijn overigens inwisselbaar voor concurrerende bedrijven. En allemaal moeten ze een graantje meepikken uit deze transactie die de consument betaalt. De optelsom van al deze kosten bepaalt het bedrag dat je uiteindelijk terugziet op je factuur. Op de Hogeschool van Amsterdam hebben ze ook hun hoofd gebroken over dit fenomeen. Robert van den Hoed leidde het onderzoek naar de tarieven van alle leveranciers en exploitanten van publieke laadpalen. Dit is typisch een markt die startend is. We hebben pas laadpunten sinds 4 jaar, 5 jaar. Je ziet heel veel aanbieders ontstaan, zowel van die laadpalen die worden geplaatst, als de service providers. Dat zijn allemaal iets van 10 of 12 partijen. En dit is typisch een tijd waarin die variabele tarieven in stand worden gehouden. Wat ook kenmerkend voor deze branche is, is dat die laadpunten nog niet, dat de business case voor die laadpunten nog niet uit kan. Dat betekent dat alle laadpalenleveranciers nog zoeken naar het juiste tarief om te hanteren. En dat is logisch in deze branche. Logisch? Dus omdat de leveranciers hun verdienmodel nog niet op orde hebben, is de consument overgeleverd aan de willekeur van de markt en kan elke partij met de natte vinger een tarief bepalen, want de klant betaalt toch wel. Op zijn minst merkwaardig. Vincent heeft er zijn Tesla even voor op de automatische piloot gezet. Op dit ogenblik bepalen alle laadfabrikanten en alle pasjesfabrikanten, die bepalen allemaal hun beleid zelf. Dus er is geen beleid dat net zoals een benzineprijs, die is ook gewoon losgelaten. Daar mag iedereen zelf weten wat ze daarvoor vragen. Op het ogenblik is dat dus ook zo bij laadpalen. Er is geen beleid van dit moet de prijs zijn. En dat lijkt me ook niet handig, want sommige palen zijn heel snel. Dan ben je in 5 minuten heb je 100 kilometer erbij. Andere zijn heel langzaam. Sommige staan langs de snelweg, andere zijn op dorpjes. Er moeten verschillen zijn. De markt moet gewoon verschillende prijzen kunnen betalen. Maar het moet wel eerlijk en transparant zijn, zodat de mensen weten wat voor besluiten ze nemen. Het is een jungle. Alleen in de 5 grote steden is er toezicht op de tarieven van de laadstations. In de rest van het land wordt het beleid bepaald door marktpartijen. En dat leidt tot een enorme chaos. De rekening, de factuur die je krijgt als consument, als je daar de rekening ziet per kilowattuur, dan moet je ervoor disconteren dat er is meegenomen wat je uurtarief is geweest in je starttarief. En daardoor kunnen er verschillen ontstaan bij hetzelfde laadpunt voor ongeveer hetzelfde aantal kilowattuur, dat je net een andere prijs krijgt.
Langs de snelweg zien we de laadstations van Fastned. Zij claimen volledige transparantie over de kosten. Waarom lukt het hen wel? Nou, het verschil tussen Fastned en veel van de anderen is dat wij alles in één hand hebben. Dus wij zijn de partij die de locatie hebben. Deze locatie langs de snelweg die huren van Rijkswaterstaat. Wij hebben het station neergezet, we hebben de laders neergezet. Het is onze app. Dus alles loopt via Fastned en wij kunnen je dus ook direct laten zien wat het heeft gekost. Dus als ik nu deze laadsessie die loopt stop, hij heeft nu 3 minuten geladen, maar heel kort. En dan zie je dat we 1,12 kilowattuur hebben geladen voor 22 cent. En dat klopt ook, want ik heb een bedrag voor 19 cent per kilowattuur. Dat klinkt inderdaad heel aantrekkelijk. Een hele lage kilowattuurprijs. Maar dat geldt alleen als je een maandelijks abonnement hebt bij Fastned. Voor €24 per maand. Nou heb ik een pasje niet van Fastned, maar van NewMotion of van Allego. Kan ik dan ook hier tanken voor dat tarief? Ja, kun je ook hier laten zien. Zoals wij het zien zijn die aanbieders van een pas betaalmethode. Net als een creditcard. En het handige daarvan is dat je al je laadsessies op één rekening kan krijgen. Maar je betaalt er ook een prijs voor. Bijvoorbeeld een vast transactietarief per laadbeurt. Dus die krijg je dan bovenop je Fastned-prijs. En die extra kosten zijn afhankelijk van welke combinatie je aantreft van provider en leverancier. Starttarieven kunnen variëren van 12 cent tot wel €2,33. Er zijn ongelooflijk veel verschillende combinaties van pasjes en laadpalen. Eén laadpaal heeft wel 10 verschillende tarieven afhankelijk van welk pasje je hebt. Dus wij hebben al die tabellen hebben wij ook als ver in huis. Maar het is zo moeilijk om dat te communiceren. Op de website zerijden.nl staan de diverse aanbieders van laadpassen vermeld. Maar de informatie die je zoekt blinkt uit door afwezigheid. Bij elke aanbieder is de tariefstelling variabel, 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 variabel. Aan zo'n vergelijkingssite heb je niet veel. Er zijn eigenlijk op dit moment geen goede vergelijkingssites die het mogelijk maken om de juiste laadpunten te kiezen of de goede laadpas te gebruiken. En dat komt er vooral door omdat de leveranciers nog andere tarieven hanteren die niet helemaal openbaar zijn. Dat gaat veranderen, maar op dit moment is dat nog niet zo. Wij zouden het als Verwa willen doen, maar we hebben natuurlijk geen €30.000 om zo'n systeem te bouwen en dan ook nog te onderhouden. Dat moet de industrie natuurlijk op een gegeven moment zelf gaan doen. En dat hebben ze beloofd dat dat een keer komt. Waarom is het bij benzine en diesel verplicht om prijzen te vermelden en is er helemaal niets geregeld voor elektriciteit die als brandstof wordt gebruikt? De PvdA vindt dat er volledige transparantie moet komen in de prijs en dat die zowel op de laadpaal als in de apps vooraf zichtbaar moet zijn. Duco Hoogland gaat de minister vragen een rol te spelen in dit proces. Ook het CDA duikt in de zaak. En voor mensen die meer willen weten over het rijden in elektrische auto's hebben we na deze uitzending een livestream met tech-expert Sander van der Heijden via Facebook. Meer informatie op radartv.nl. Straks hebben we het over de irritante abonnementen waar je ineens aan vastzit als je een gratis product accepteert. Maar eerst Andries.